Hoi, welkom weer bij een filmpje van A Lotte Stamping Fun. Mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice in de prachtige stad Rotterdam. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze kerstkaart maakt. Hij is gemaakt met de stempelset First Frost. Die staat in de jaarcatalogus. En is een overblijfsel van de vorige herfst-wintercatalogus. Prachtige set, die niet alleen maar te gebruiken is tijdens de feestdagen. Maar ook als je andere kleuren gebruikt, heel goed in te zetten. Gewoon voor een trouwerij of een verjaardag. In ieder geval een veelzijdige set waar je leuke dingen mee kunt doen. Bij deze stempelset horen framelits. De Frosted Bouquet framelits. Het zijn 11 dies. En ik heb de stempels gestempeld zodat je kunt zien welke dies erbij horen. Er zitten 2 dies dubbel bij. Dat zijn de kleine bloemetjes en deze mooie, ja, ik weet niet, het lijkt een beetje op een papaver. Deze kun je uitstansen. Deze 2 kun je natuurlijk prima gebruiken gewoon op zichzelf als blaadjes. En hier 2 labels. Dit is het grote of het label wat hierin zit. Ik ga je zo meteen laten zien hoe je dat kunt stansen. En voor de kaart heb ik verder gebruikt de Subtle Dynamic Textured Embossing Folder. Zoals gebruikelijk vind je alle afmetingen van wat ik heb gemaakt, plus alle materialen onderaan ons blog. Voor ons blog verwijs ik je naar hieronder. Daar staat het blogadres of de bloglink. En omdat er zoveel stukjes zijn op deze kaart, heb ik ervoor gekozen om niet de afmetingen te noemen. Want dan zijn we heel lang bezig. Maar die kun je dus hier beneden terugvinden. Nou, hoe heb ik deze gemaakt? Je begint met een aantal basisstukken te snijden. Dat is gewoon je normale basiskaart. Die heb ik gedaan in Mary Merlot. Dan heb je nodig een envelop, ook heel belangrijk. Voor de binnenzijde heb je een stukje Very Vanilla nodig. Want ik zal je laten zien, dit is de binnenzijde van de kaart. Dus daar heb je dat stukje Very Vanilla voor nodig. Plus een strookje van het prachtige Pressed Petals Designer Series Paper. Wat in de huidige jaarcatalogus staat. Aan één kant zijn het allemaal bloemen. En aan de andere kant zitten tot mijn grote verrassing prachtige algemene dingen. Die je goed kunt gebruiken ook voor kerstmis. Namelijk dit is muziekpapier. En voor de voorzijde gebruiken we dat prachtige schrift met het handschriftpapier, zeg maar. Ook in de kleur Mary Merlot. Deze gaat straks op de voorzijde. Tezamen met nog een stukje van het muziekpapier. En we hebben verder nodig een stukje vellum. En als laatste, om niet te vergeten natuurlijk ook, de prachtige lint. Dit zijn de basisdingen. Die kun je van tevoren allemaal snijden. En dan heb je nodig om nog te stempelen is een stukje Very Vanilla Scrap. Je hebt wat nodig Mossy Meadow en een beetje gold foil om de dingen te stempelen. Nou, laten we maar beginnen met de kaart. Dus ik pak de basiskaart en heel makkelijk, daar plak ik gewoon het stukje Designer Series Paper op, wat ik heb voorgesneden. En even goed opletten dat het handschrift de juiste zijde op is. Zo. Dan plak ik daarop in het midden het stukje muziekpapier. Nou ben ik helemaal niet muzikaal onderlegd. En ik heb ook geen idee of ik het goed doe. Nou, het meeste zit toch verstopt onder het vellum en het lint. Dus heel erg zal het niet zijn als ik hem op zijn kop doe. Ik kan dat niet goed zien. Maar dan weten jullie dat daardoor komt dat ik niet muzikaal onderlegd ben. Ik vind muziek leuk om naar te luisteren. Maar daar houdt het dan ook helemaal mee op. Dat stukje plak ik hier. Het volgende wat ik erop ga plakken is een stukje lint. En dat gaat helemaal door naar beneden. Ik zet dat vast met
dubbelzijdig tape. Dan blijft het goed zitten met een stukje tear and tape. En die pak ik hier. Op. Zo. En ik leg hem even ruim neer. En dan kan ik hem straks onderaan netjes afknippen. Zo. En hierboven ook. Knip ik hem netjes af. Ho. Zo. En hier doe ik een schuin stukje knippen. Zo. Dan haal ik mijn stukje vellum haal ik door de embossingfolder heen. En ik heb ervoor gekozen om de, ik weet niet of je het goed kan zien, maar de streepjes lopen die kant op. En ik wil de streepjes ook in de breedte. Dus ik heb ervoor gekozen om mijn papier in de breedte in mijn folder te leggen. Zo. En dan haal ik hem door de Big Shot heen. En dan ziet het er zo uit. Zie je hoe leuk dat geworden is? Aan de onderkant knip ik een vlaggetje. De truc is dat om een mooi vlaggetje te krijgen, is dat je dus in het midden begint. En dan recht naar binnen knipt, zo diep dat als je hem wil. En daarna van de hoeken naar het midden toe. En dan zit hij helemaal goed. Nou, dat plak ik ook op. En dat laat ik een beetje over het lintje vallen. En dan knip ik het af. Zo. Nou, dan is de basis van de kaart is... Oh, dat is niet helemaal netjes gedaan. Zo. Nou is de basis van de kaart is klaar. Dan gaan we nu verder met het stempelwerk. Ik neem een stukje vanille scrap om op te stempelen. En ten eerste ga ik de tekst stempelen. Ik zal het hiernaast leggen. De tekst stempelen. Here's a season filled with warmth and good cheer. Comfort and good cheer. Nou, die stempel ik een beetje ruim op mijn papiertje. Zodat ik goed zo meteen mijn frame letter omheen kan zetten. Dat was in Mossy Meadow. En dan pak ik nu de Mary Merlot voor de bloemen die ik moet die ik ga stempelen. En ik stempel twee keer de kleine. 1, 2. En één keer de grote bloem. Zo. Verder stempel ik... Om zo meteen ervoor te zorgen dat aan de binnenkant en op de envelop heb ik precies hetzelfde. De roos voor de takjes kan blijven staan. Stempel ik de grote bloem op een stukje masking tape. Ook in Mary Merlot. Zo. Dan is het stempelwerk op het Whisper of op het Very Vanilla is gedaan. Dan pak ik een stukje Mossy Meadow. En stempel de tak. In Mossy Meadow. En dat doe ik 3 keer. Ik heb 3 van die grote takken. Dus ik stempel hem ook 3 keer. Drie keer de Mary Merlot takken. Of de Mossy Meadow takken. Dan pak ik mijn framelets en ga uitstansen. Nou, deze tak die past precies hier omheen. En draai ik zo meteen 3 keer uit door mijn stansmachine.
Dat heb ik al voorbereid. Dus ik heb hier mijn drie takken. Voor deze pak ik de grote bloem en de kleine bloem. En in de framelits horen of zitten twee van deze kleintjes. Echter, één bij mij is zijn eigen leven gaan leiden. Dus ik moet hem wel twee keer door de Big Shot heen doen. En ik pak voor de tekst. Deze heb ik straks nodig voor de omlijning. Heb ik de dunne en de dikke label nodig. Om de eerste Very Vanilla te doen, pak ik de dikke. En die leg ik omheen. Zoals ik hem mooi vind. En dan doe ik het door de Big Shot heen. En ook dat is voorbereid. Dus ik heb mijn tekst. En ik heb mijn kleine bloemetjes. Zo. Dan pak ik een stuk Mary Malou. En ga ik het randje van de tekst stempelen. Of stansen. Je doet als volgt. Je stanst deze twee tezamen. En wat ik dan doe, is ik pak een stukje washi tape. Ik plak het vast. En ik draai hem in één keer door mijn stansmachine. En dan krijg je zo'n prachtig dun randje. Wat dan straks daar omheen kan. En het laatste is dat we op een stukje gold foil de stans nemen met de kleine besjes. En die stansen we twee keer. En dat heb ik ook van tevoren gedaan. Dus dat is ook klaar. Nou, dan hebben we al het stanswerk gedaan voor de kaart. En dan gaan we hem verder opbouwen. Ik hou ervan altijd om zeg maar zo'n boeketje, als je hier ziet, om dat in mijn hand op te bouwen. En iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Je ziet ook dat ik aan twee kanten, dat hij eigenlijk ietsje groter is. En ik vind deze punt niet zo heel leuk. Dus wat ik gedaan heb, is ik ben halverwege naar binnen gegaan. In de tak. En heb ze zo geknipt, zodat ik aan beide kanten straks een mooi rond bladertakje heb. En dan komen ze dus straks zo hieronder vast te zitten. En dat doe ik met deze ook. Hop. Dus ik ga dus even naar binnen proberen de takjes zo rond mogelijk te maken. De blaadjes. Zodat ze er goed uitzien. Zo. En deze laatste. Zo. Dan heb ik alle takjes ook klaar. Nou, dan doe ik die puntjes allemaal naar binnen. Want dat vind ik een beetje, ik weet niet, ziet er een beetje vreemd uit, vind ik zelf. En dan bouw ik dat zo op. En dat doe ik graag in mijn hand, zoals ik al zei. Wat ik ook doe, is ik haal dit takje even weg uit. Dit takje knip ik even weg. Die kan ik dan zo meteen nog bovenop plakken. En deze. Zo, en dan begin ik mijn takken te bouwen. Met een beetje lijm. Zet ik een puntje vast. En doe ik die eraan. Dan zet ik deze een beetje tussen. Ik vind het altijd dat als je het in je hand doet, dat je het beter kunt schikken dan wanneer je het direct op de kaart plakt. En dan weet je ook precies waar je een beetje lijm moet stoppen. En dan het laatste takje plak ik, gouden takje, wat ik er net afgeknipt heb, plak ik er bovenop. Dus één bosje. En dan maak ik het andere bosje. Ook die doe ik weer in mijn hand. Rangschikken. En dan de dubbele de tak erachter. Oh. Tak er een beetje achter stoppen. Zo.
En dan mijn derde tak. Een beetje lijm ertussen. En het laatste takje erop. Zo. En dan is ook dit bosje klaar. En dan kunnen de bosjes zo meteen op de kaart worden geplakt. Als eerste pak ik nu het randje van mijn frame. En ga ik heel voorzichtig met lijm insmeren. Eigenlijk knijp ik niet in mijn lijm. Zet hem er gewoon omheen. En dan leg ik hem op het frame, op het gestanste tekst. En zit die vast. Zo. Die plak ik op de kaart. En ik heb ervoor gezorgd dat het frame net iets breder is dan het muziekpapier. Zodat je het kunt kijken hoe je dat het beste en mooi neer kunt zetten achter de hoe je het goed kunt oplijnen en dat het aan beide kanten evenveel ruimte heeft. Dan ga ik mijn bosjes neerleggen. 1 en 2. Oh. Zo. Die kan nog een beetje uitgetrokken worden aan deze kant. Zo. En dan ga ik mijn bloemen erop doen. Eerst de grote. En dan pak ik mijn Take Your Pick. Haal de velletjes eraf. Ja, die was er al af. En die. En de eerste zet ik er zo bovenop. En dan de andere twee. Doe ik de onderste met lijm. Met ook een dimensional. En dan zet ik de dimensional hier neer. Zodat die straks daarop kan. En dat ze even hoog zijn. En deze plak ik gewoon vast. Zo. En de tweede plak ik hierop. Dan neem ik nog een paar van die schattige pareltjes. Dat zijn de Metallic Pearls. Ze komen in een pakje met zilveren en gouden. En er zitten er maar liefst 242 in. Nou, dat is een hoop plakken. Ik voeg nog 3 van die kleine pareltjes toe. Deze zijn echt heel leuk. En zo meteen natuurlijk met kerst en oud en nieuw en zo. Dan is dit het hele mooie om te gebruiken. Nou, de voorzijde van de kaart is inmiddels klaar. Dan nog moet ik nog aan de binnenkant werken. En hetzelfde doe ik zo meteen met de envelop. Om op dezelfde manier de roos in de hoek te stempelen. Voor de binnenzijde heb ik een stuk Very Vanilla met een strookje weer van het muziekpapier. Dat plak ik erop. Zo. En ik laat een randje aan de buitenkant vrij. Dan heb je een mooie overgang. Ook hier weer, ik hoop dat de muziekdingen goed zitten voor de muziekkenners. Dan gaan we dit stempelen. En hoe ik dat doe, ga ik je nu laten zien. Je stempelt in de hoek de roos in Mary Merlot.
En dat doe je op je stukje wat aan de binnenzijde gaat en op je envelop. Zo. Nou hadden we net ook de roos in Mary Malou al gestempeld op masking tape. Op een stukje masking tape. Je kunt hier masking tape voor gebruiken als je dat hebt. Je kunt er ook voor gebruiken schilderstape. Een brede schilderstape. Of een post-it note. Alleen als je een post-it note gebruikt, gebruik dan degene die met zo'n volle plaklaag zijn. Of zorg er heel goed voor dat het plaklaagje dus ergens onder je roos zit. Want je wil hem zo meteen vastplakken. Nou, dan ga je hem uitknippen uit dat masking tape. En je zorgt ervoor dat je net binnen de lijntjes blijft met knippen. Nou, dat hoef je niet de hele tijd te zien. Maar, dus ik heb hem voorbereid. En als je dan klaar bent met knippen, dan ziet zeg maar je dan ziet je restpapiertje er zo uit. En dit is dan je roos. Als je die roos hebt geknipt, dan plak je hem daarna op je roos die je al op de kaart hebt gestempeld. En neem je je takje met de kleur Mossy Meadow. En ga je de takjes eromheen stempelen. Lekker volle bos. Zo. En dan haal je je masking tape weg. En dan staat de roos voor de takjes. Datzelfde doe ik met de envelop. Ik kan gewoon hetzelfde stukje gebruiken. Je moet hem ook vooral niet weggooien als je klaar bent. Plak hem gewoon bij je stempels in de set. Want dan hoef je dat de volgende keer niet te doen. Op een gegeven moment wordt hij wel een beetje verzadigd door de inkt. Dus dan moet je hem wel even een nieuwe maken. Maar dat is zo gebeurd. Maar hij is dus vaker te gebruiken, zoals je ziet. Nou, en dan is de envelop ook klaar. Wat ik nou nog moet doen, is alleen deze aan de binnenkant plakken. En dan zorg ik ervoor dat aan alle kanten ongeveer evenveel rood te zien is. Mary Marlowe te zien is. En dan is de binnenkant klaar waar ik mijn boodschap op kan schrijven. Nou, ik hoop dat jullie het een leuke kaart vonden. Het is wel een beetje vroeg misschien. Maar goed, Christmas in July moet kunnen. Of Christmas in August moet kunnen. Terwijl ik dit opneem is het July. Maar einde. Het is een leuke techniek om te gebruiken. Masking techniek. Deze set is heel veelzijdig. Omdat hij zulke mooie bloemen heeft die je eigenlijk voor elk seizoen kan gebruiken. De teksten zijn, er is er maar één die specifiek voor kerst is. En de rest, of tenminste voor najaar is. En de rest is prima te gebruiken gewoon door het jaar heen. Mooie set voor heel veel veelzijdige projecten. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En alle details vind je op het blog. Dat staat hieronder vermeld. Daar kun je naar doorklikken voor alle afmetingen en alle producten. En vond je het een leuke film? Dan zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog geeft. Nou, dank je. Tot de volgende keer. Doeg!